Goedemorgen, een nieuwe koffiebreak met, en vandaag is dat Jaap Versluis. Ik sprak hem een tijdje geleden en hij vertelde over zijn opleiding waar men al bezig was om na te denken over een nieuwe opzet. En toen kwam corona en toen bleek die nieuwe opzet eigenlijk wonderwel heel goed te passen binnen die nieuwe situatie waarin er heel veel vanaf thuis lesgegeven moest worden. Dus ik voel hem graag aan de tand. Hallo Jaap, mijn eerste vraag. Zou je even kort willen voorstellen? Nou, ik ben Jaap Sluis. Ik ben docent communicatie en hogeschool in Holland in Rotterdam. Geweldige locatie in de Kop van Zuid. Uitzicht op de rest van de brug. Maar helaas, ik zit nu thuis aan de rand van Rotterdam. In Schiebroek, voor de kennis. En voor oorsprong journalist. En al een jaar of 18 met heel veel plezier verbonden aan deze hogeschool. Ja, dat ben ik. Oké. Ja, nou, Schiebroek, daar heb ik nog eens gewerkt. In het Sint Franciscus gasthuis. Ja, net aan de rand, ja. Ja. Wisten we niet van elkaar, maar ik wilde toch even op in. Ja. Ga door, het is leuk. Ga door. We laten hem doorlopen. Jij vertelde van, ja, jullie waren al bezig om het onderwijs te hervormen. En toen kwam corona. Ja. En ja, wat moesten jullie toen nog anders gaan doen? En je zei al tegen mij, maar ja, dat waren best wel dingen die eigenlijk prima gingen. Juist doordat we meer thuis moesten werken. Ik hoor het graag. Ja, nou, wij hebben eigenlijk sinds september een heel nieuw onderwijsmodel. En dat is, dat betekent dus, we hebben geen verplichte tentamens meer. We spreken ook niet van klassen. We werken eigenlijk op basis van een portfolio. Studenten moeten een portfolio aanleggen. Mm-hmm. En in dat portfolio moeten ze eigenlijk bewijzen dat ze voldoen aan onze leeruitkomsten. En drie daarvan zijn zogeheten soft skills. Die zijn helemaal in de mode. En ook het gebied van communicatie. En van ons zijn dat reflectief empathie. Empathie. En ander was reflectief vermogen. Leren. Leren, ja, sorry. Ja. Dan hebben we ook nog vier andere leeruitkomsten die echt onlosmakelijk verbonden zijn met het communicatievraagstuk. Het voordeel van ons onderwijs is dat we redelijk flexibel zijn. Nogmaals, dus, we hebben geen grote klassen meer, geen klassen. Dus alles doen we vanuit leerteams. Leerteams zijn 10 studenten die onder leiding van een coach, ik ben ook een leercoach, gaan nadenken over een eigen ontwikkeling, een eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus dan in portfolio stoppen. En ja, het is ook eigenlijk wel een uitkomst deze tijd dat je iets hebt met een portfolio als bewijsstuk, hè, als toetsmoment. Omdat je eigenlijk niet meer geen last hebt van je tentamens, multiple choice tentamens of boektentamens, hoe ga je die organiseren. Dus het proces van leren kan gewoon lekker doorgaan en iedereen kan dat gewoon in zijn eigen tempo doen. Dus dat heeft heel veel voordelen, onze manier van werken, denk ik. Het past een beetje in de tijd van corona, al hebben we het natuurlijk ook niet zo bedacht, dat is eigenlijk meer een toeval. Maar het geeft natuurlijk wel aan, zeg maar, dat ons onderwijsmodel heel flexibel is. Bijvoorbeeld, ik geef zelf ook trainingen. Trainingen worden niet meer op voorhand aangeboden. Die worden just in time ingevlogen. Dus als studenten daar behoefte aan hebben, ja, dan kunnen ze bijvoorbeeld een training krijgen. En dat doen we dan. Dus het is eigenlijk redelijk flexibel. En eigenlijk past het eigenlijk ook wel heel erg goed in deze tijd. Dus ik ben er zelf heel erg enthousiast over. Terwijl ik eigenlijk ook altijd heel veel bedenkingen had over onderwijsvernieuwingen. Ik was wel een beetje argwaan richting elke onderwijsexpert bij wijze van spreken. Of al die mensen die het zo goed wisten. En, maar ik ben wel een beetje om nu. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dat klinkt helemaal, ja. Helemaal spannend. Je zei van, het kan gewoon allemaal doorgaan. Dus jullie hebben de verantwoordelijkheid van het onderwijs verschoven naar de studenten, begrijp ik. Ja, groot deel is dat wel. Kijk, wat van belang is dat ze, ja, weet je, is ook zo'n gevleugelde term tegenwoordig, regisseur worden van eigen onderwijsontwikkeling. Mm-hmm. Maar het positieve daaraan is dat ze wel eigenlijk een eigen keuzes maken, een eigen tempo op kunnen gaan met onderwijs. En het is redelijk vaag gestuurd, of bieden wij ook heel veel dingen aan. Maar het moet wel van de studenten zelf komen en daarin begeleiden ze. Kijk, ze zijn 17, 18 als ze bij ons komen. Weet je, dan zijn ze ook deze manier van werken nog niet gewend. Dus wij ondersteunen ze daarin. Maar in principe is het wel redelijk aan de student zelf wat ze ervan maken. En nu zijn we 2-3 maanden verder. We hebben het eerste toetsmoment namelijk. En dat is namelijk een persoonlijke ontwikkelingsplan die ze maken.
En volgende week zijn we de eerste assessments. En tot mijn verbazing ook doen heel veel studenten het heel erg goed. Snappen ze eigenlijk deze manier van werken. En vinden ze, ja, werken ze ook met heel veel plezier aan het portfolio. Nou ja, het klinkt als een beetje meer zoals het later in de beroepspraktijk is. Hè? Want ik hoor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Nou, dat moesten wel de werkgevers natuurlijk doen. Maar mijn vraag is natuurlijk van ja, daar kwamen allemaal nieuwe 17, 18-jarigen binnen die dachten van nou, we gaan lekker in een opleiding zitten, we gaan wat achteroverleunen, maar die moeten vol aan de bak. Maar dan ook nog in coronatijd. Hoe hebben jullie er dan voor gezorgd dat ze toch het gevoel kregen van dat ze niet alleen maar thuis achter de computer zaten? Nou, we hebben het voordeel dat we één keer in de twee weken kunnen we de studenten op school ontvangen. Dus op de tiende verdieping van onze opleiding in Rotterdam hebben we tot onze beschikking. En die reserveren voor die leerteams. En dan en dat gaat om 10 studenten onder leiding van een coach. En wat we doen is enorm inzetten op binding, maar ook het leren kennen van jezelf. Hè. Zoek jezelf, ken jezelf. Dat was een beetje de quote die. Maar goed, en het gaat erom natuurlijk dat onze studenten heel erg goed beeld krijgen van wie ze zijn. En daarin begeleiden ze. En we hebben ook een methode, die ook tegenwoordig ook op andere hogescholen wordt aangeboden, Lumina. En dat betekent dus op basis van die methode gaan studenten zichzelf in kaart brengen. Wat zijn je goede punten, wat zijn je sterke punten, waar ga je verbeteren? En dat doen we echt wel op school. En dat kan natuurlijk heel makkelijker. Je kan met z'n tienen nog wel op school komen. Mm-hmm. En we leren ze leren en we leren ze ook heel goed naar zichzelf kijken. En op basis van hun eigen inzicht hun eigen ontwikkeling bepalen. En ja, dat past eigenlijk heel erg goed in deze tijd. Ja. Dan heb je dus één keer in de twee weken bij elkaar. Ja. En ik hoorde je net iets zeggen over dat je daarna op beschikking bent om ad hoc dingen te doen. Nou, ad hoc, kijk, die leerteamcoaches, de leerteambeweging is soms heel erg belangrijk. We hebben er één per week, hebben we ook altijd nog een weekopening en een weekafsluiting. Dat doen we ook zoveel mogelijk online. En daarnaast bieden we natuurlijk online heel veel dingen aan. De rode draad binnen onze opleiding, dat ze allemaal moeten werken aan praktijkvraagstukken. Dus studenten gaan gelijk aan de slag met de opdracht uit de praktijk. Dat is zeg maar het heilige der heiligen binnen onze opleiding, waar alles om draait. En om dat goed aan te kunnen, bieden we parallel heel veel andere leeractiviteiten aan. Zoals bijvoorbeeld ook verdiepingactiviteiten. Nou, vroeger was het allemaal, iedereen had eigenlijk hetzelfde tentamen met hetzelfde boek. Nee, nu worden studenten zelf gedwongen om zelf op zoek te gaan in de literatuur en daar een eigen manier van verwerken aan te koppelen. Bijvoorbeeld een presentatie, een samenvatting maken of een moodboard maken of hetgeen wat ze geleerd hebben. En dat gaan ze ook delen. De studenten worden veel meer gepusht om zelf op zoek te gaan naar kennis en dat ook te delen met de groep. En dat delen met die groep is dan, moeten ze dan ook dingen in groepjes uitwerken soms? Of is het iets individueel doen en dan delen? Ja, deels in groepjes. Hè. Alle praktijkvraagstukken, zeg maar, dat zijn opdrachten die we doen. Een opdracht van organisaties en het bedrijfsleven is altijd met een groep. Maar verdiepende activiteiten, die vaak met z'n tweeën. Stel, wij gaan met z'n tweeën een onderzoek doen van ja, hoe ziet de doelgroep eruit? Wat is de doelgroep? Hoe maak je een persona? Nou, dan gaan we samenwerken. En dat gaan we ook verder presenteren aan anderen, bijvoorbeeld in ons leerteam. En daarnaast worden ook trainingen aangeboden. Kijk, om goed te zijn in communicatie moet je goed kunnen presenteren, je moet goed kunnen schrijven. Design thinking is bij ons heel erg belangrijk, digitale vaardigheden. En die worden in de loop der jaar allemaal aangeboden aan alle studenten. Dus op die manier hebben we een hele mix, een allerlei variatie, allerlei leeractiviteiten die enorm met elkaar verbonden zijn. En een doel hebben om de student echt regie te laten voeren om een eigen opleiding. En op die manier persoonlijke dingen kunnen combineren met dingen die wij heel erg belangrijk vinden in onze praktijk. Ja. Van communicatie. Mooi. Ja, klinkt uitdagend ook om op te zetten. Nou, toen kwam corona, was het nog uitdagender. Heeft dat extra omzetten naar meer online, heeft dat nog heel veel tijd gekost? Nou, eigenlijk niet zoveel. In die zin, we doen eigenlijk precies dezelfde dingen als andere opleidingen natuurlijk met online lesgeven. Alleen, wij hebben niet meer de massale. We doen heel veel dingen in kleine groepjes. Dus soms hebben we wel eens masterclasses. Ja, daar kunnen gewoon alle groepen samen. Daar kunnen we 100, 200 samen. Maar de meeste dingen doen we eigenlijk in hele kleine groepjes. Ook verdiepende activiteiten. Dan is er gewoon één coach of een expert die dingen uitlegt aan misschien soms 2 of 4 mensen. Dus het is echt wel heel erg
individueel afgestemd op de wensen en behoeften van de student zelf. Ja. Dus we zijn wel een beetje af van het massale. En wat ik zelf wel een beetje bijzonder vind, natuurlijk is een hele lastige tijd hoor, corona. En liefst zit ik ook op school, dat geeft me veel energie, dat gebruik ik studenten ook. Maar ik heb het vanochtend hebben een assessment training gehad en, met al mijn collega's. En we kwamen tot de conclusie dat we eigenlijk het gevoel hadden dat we al onze eerstejaars heel goed kennen. Oh, okay. Misschien nog meer dan, beter nog dan onze huidige studenten. Maar dat heeft me gegaan ook met een nieuw programma. Dat we werken in leerteams en dat we werken met profielschetsen van studenten. Mm. Ik heb het gevoel, ik heb er 10. Nou, 9 geloof ik, 1 afgevallen. En dat ik al de studenten heel erg goed ken. Ik weet waar ze vandaan komen. Ik weet waar ze tegenaan lopen. Ik weet hun persoonlijke situatie, ik weet hun wensen. Okay. Dat maakt het toch wel heel erg bijzonder. Dus ik heb het gevoel dat ik ze veel meer ken. En wij lopen ook in jaar 3 tegen de situatie aan. De studenten bezig zijn met het voorbereiden en het afstuderen. En dan zijn ze niet, zijn ze veel te afwachtend. Hè. Ze durven geen initiatief te nemen. Het gaat wel eens niet goed in de groep. We hebben te weinig materie, te weinig skills voor handen om echt aan de slag te gaan met de groep. En dat doen we nu van begin af aan heel erg goed. Dus dat had ik wel heel raar. Dus de ene kant het online, je mist elkaar, maar toch heb ik het gevoel dat mijn studenten nu beter dan ooit leert kennen. Oké. Ja. Nou, dat is wel echt een hele mooie conclusie eigenlijk. Dat geldt niet alleen voor mij, voor allemaal collega's hebben dat. Ja. Omdat ze echt persoonlijke documenten hebben. En in je persoonlijk ontwikkelingsplan, dat wordt nu getoetst. En volgende week zijn onze assessment. Moet je echt heel erg goed laten zien wie je bent. Nee. Dus dan moet je zeggen, wat zijn je sterke punten? Waar kom je vandaan? Waar ben je naartoe? En dat heeft veel voordelen. Nou, mooi. Jij kan dat wel zeggen, maar dus je hebt ook het gevoel dat de studenten dat ook wel zo zien, toch? Begrijp neem ik aan. Ja, het is moeilijk. Het kan alle kanten op, weet je. Er zijn ook studenten die het lastig vinden en echt wel binding nodig hebben. Maar die durven dat ook wel heel erg aan te geven. Ik heb een student die van nature gewoon een beetje terughoudend is of introvert. En eigenlijk moeite heeft om zich te mengen in de groep. Maar zij durft het ook wel goed te uiten. En zij heeft van dit ook een ontwikkelpunt gemaakt. Zegt ze, ik wil wat dominanter worden in de groep. Ik wil meer mee kunnen doen met de groep. Okay. En dat vind ik ook wel het bijzondere van dit model. Dat je ook je eigen zwakte kan gebruiken om vordering te maken in jouw manier van studeren. Dus je gebruik je eigen zwaktepunt, om zo maar te zeggen, om jezelf te kunnen verbeteren. Ja. Dus het is wel bijzonder hoor, dat je al die portfolio's, iedereen maakt zijn eigen ding. Hè. Studenten zijn net, portfolio's, mensen, die worden ook gemaakt door mensen van de kunstacademie, dus iedereen maakt zijn eigen kunstwerk. En zo zie ik ook het portfolio van mijn studenten, iedereen drukt zijn eigen stempel erop. Ja, en die resultaten die zijn tot nu toe dus heel goed, goede portfolio's. Ook goed, dat is moeilijk hoor. Kijk, voor ons is het allemaal nieuw. Hè? Dus volgende week gaan we echt aan de slag. Gaan we met z'n tweeën gaan we alle assessments houden. En dat is heel spannend, want we hebben geen eerdere ervaring mee. Nogmaals, ik ben nu 53, ben altijd heel traditioneel opgevoed in het onderwijs, ook als docent. En nu moet ik opeens met z'n tweeën portfolio's gaan beoordelen. Ja, dat is voor ons ook een leerervaring. Dus we zitten eigenlijk in hetzelfde leertraject als onze studenten. Ja. Maar we zijn ook wel bewust, met deze tijden is het voor studenten heel erg lastig om te studeren. Maar ik heb het idee, als je dicht op de studenten zit, door middel van je leerteams, kan je dat beter in kaart brengen, kun je beter op eigen wens inspelen dan die grote massale universiteiten of andere hogescholen. Ik denk dat er ook iets wat wij als hogeschool in Holland heel erg goed doen, heel dicht op onze studenten te zitten. Ja. Nou, klinkt inspirerend. Mijn afsluitende vraag is altijd van, dit klinkt allemaal mooi, maar er is vast ook wel eens iets misgegaan, toch? Heb je nog ergens een blooper die je met ons zou willen delen? Waarvan je denkt, het ging niet helemaal goed, maar ik heb er toch wel om kunnen lachen. Nou, bloopers, toch gaat het een en ander toch wel vaak mis met systemen bij ons. Hè. Ze moeten portfolio maken in Moodle, maar er staan al die templates nog niet klaar. Dus het is enorm groot, heel veel improviseren. En bloopers, ik zou een blooper willen verzinnen, maar op zich valt het nog wel mee. Oké. Dus, denk ik, ja. Dus, en het acceptatieniveau is denk ik hoog. Weet je, op een bepaalde manier is het ook wel weer grappig. Weet je, het leuke is van deze tijd dat bloopers er een beetje bij horen. Hetzelfde met als je een podcast maakt. Hè, dan hoeft het allemaal niet zo gestroomlijnd of fantastisch zijn. En je mag fouten maken. En dat geldt ook een beetje in deze tijd van online. Je mag fouten maken. Het hoeft allemaal niet zo gelikt te zijn.
juist als het minder gelikt is, dan nemen studenten ook iets beter van je aan. Want die zien ook wel dat jij het misschien niet weet en zoekende bent. Ja. Dat maakt het wel leuk. Studenten zien wel een beetje dat jij ook het zoeken bent. En ze hebben waardering als je ook het zoeken bent. En willen ze je daar ook een beetje helpen. Ja. En ze kunnen jou wel uitlachen. Hè? Soms gebeurt het wel dat ik domme dingen doe. Of, nou ja. Ik probeer heel veel dingen altijd wel een beetje van tevoren over na te denken. Over achtergrond. GGK achtergrond. Hoe zie je eruit? Wees je spreken. Dat er geen dingen op de achtergrond staan die kunnen afleiden. Zoals nu gewoon neutrale achtergrond. Ja. Ja. Maar studenten zijn, ja, die kunnen wel kritiek op je hebben, maar ja, die moeten ook online presenteren. Dan zien ze ook wat hoe moeilijk het is. Ja, ja. Ja. Nou, dat is een mooie conclusie. Ja, ik heb niet echt een goed verhaal van een bloepen, sorry. Dit is een heel mooi verhaal. Ik vind het ook fijn. Ik zag pas al een bloepen van iemand die ging presenteren met surfen. Ja, fijn dat bij jou alles goed gaat en bij mij mijn surflogo. Nee, dat wil ik net zeggen. Ik was er iemand interviewers van de muur, dat vond ik ook wel leuk. Nou, dan weet iedereen nu vanaf nu ook hoe ik dat surflogo heb gecreëerd. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je inspirerende manier van praten ook. Want ik word er erg enthousiast van. En de inhoud was ook top. Ik hoop je ooit nog eens ergens in de echte wereld, in de na-corona-wereld, misschien ergens te ontmoeten. Ja, ik ook. Ik weet maar nooit. En tot die tijd ging het online ook erg goed. Dank je wel voor het interview en hopelijk tot ziens. Ja, jou ook. Ik ben benieuwd. Oké. Okay.